Philippe. Philippe Lintuit. Willy. Ja, goedemiddag. Jaarbeurs voor u in Gent? Jaarbeurs, inderdaad, ja. De eerste keer dat wij deelnemen aan de jaarbeurs in Gent. Je kunt het maar een keer proberen. We weten nog niet wat het gaat doen, maar we hebben hier al een zeer positieve reactie gehad, ja. Kan je nu een paar producten laten zien hier, flessen laten zien? Ga met eentje beginnen. Een groot product waarom hier eigenlijk staat. Kan je dat tonen? Dat is een zelfgedistilleerde gin die we in een smaltbadje distilleren. Les is more, zeg ik, dus weinig botanicals erin. Enkel op basis van appelsinen en jeneverbessen. Gestookt in het mandje nog op de aloude methode. En zeer lekker en zacht van afdronk. Ja. Stookt u zelf bij u thuis? Ik stook zelf bij mij thuis. Ik doe dat nog in de grazen. Ik heb de grazen ingericht. Dat ze proper is voor de voedselveiligheid en al, dat alles conform de wetgeving is. En dat is douanedepot geworden ondertussen, hè. Dus wij mogen distilleren. Hè. Ja, Kopermans, eigen naam dan ook. Van waar komt dat eigenlijk? Waarom die naam Kopermans? Ja, een beetje naar de commerciële kant gekeken, een beetje zelf uitgebonden. In feite gaat het over dat manneke met de koperen ketel hier. Dat is die man en de koperen ketel. Hè. We hebben er zelf een tekening van gemaakt. Ik heb het etiketje zelf ontworpen trouwens. De tekening komt van de broer van mijn schoondochter. Dat is eigenlijk de Kopermans die op de fles staat. Ja, er is één gin van u, één soort gin. Hoeveel graden is die dan? Die is 40 graden sterk, ja. Philippe, u komt in een markt terecht waar eigenlijk nog een beetje over verzadigd is nu. U moet daar uw plaats vinden. Ik mag zeggen, ik heb een mister geproefd. Dat is echt wel top gin. Nu is het dat waarmaken. Hoe ga je dat doen? Dank u daarvoor. Nu, we hebben één voordeel bij het distilleren zelf. Dit is een zuiver distillaat, zelf gefabriceerd. De markt is open, denk ik, nog heel lang. Het is een cocktail die al 15 jaar in de markt staat. En volgens mij gaat er nog 100 jaar in staan. We beginnen schrik om erin te stappen. Met een zeer goed, smaakvol product. Ik heb er nog geen ene gehad die lekker vindt. Ja. Dan moet je hem zetten in de markt. Dan gaat het over prijzen natuurlijk. Waar zit hij in de middenmaat? Zit hij hoog? Zit hij laag? Wij zitten in de middenmaat. We hebben natuurlijk wel een fles van 70 centiliter. De meeste dienst worden momenteel verkocht aan 50 centiliter. De prijs van de accijns is tamelijk duur. Maar wij houden ons op de stenen fles van 70 centiliter. En zitten we aan een €45 per fles BTW inbegrepen. Dus een zeer mooie prijs voor hetgeen dat je krijgt. Hè. De stokerij is een Anschem, dacht ik. Anschem, dat is West-Vlaanderen. Dat is op de driehoek Henegouwen-Oost-Vlaanderen. Onderaan de Quaremont. Daar zijn wij gesitueerd. De mensen zijn bekend, West-Vlamingen, om hun hard werk. U bent dat wellicht ook. U zit naast de Jean nog in een andere wereld, of niet? Ik heb een hobby en dat is deltavliegen. Dat is nog wat anders. Ja, dat is een van de weinige hobby's die ik heb. Maar dat doe ik heel graag. Dat is zweven in de lucht. Hè. Vrij als een vogel. U staat nu op de jaarbeurs niet alleen met gin. Ook zie ik daar flessen rum staan, ron. Wat maakt dat zo sterk? Eigen rum ook? Dat is ook een eigen fabricaat. Dat is niet gestookt, dat is een verwerkingsproces. Hè. Dat is gewoon een gemengde rum die ik op de markt zet. Maar heel, heel lekker van smaak. Dat is zeer uniek. Het is een geheim recept natuurlijk. Ja, dus die donkere? Ja, dat is een donkere rum. Daar zitten noten in verwerkt. Ik ben Delta-piloot, ik kom nogal een keer overal in Europa en op een bepaald moment maak ik een rum, ik lig in mijn bed, ik word wakker, ik zeg, er moet iets bij. En toen dacht ik aan die noten, die smaak, en dit is het resultaat. Maar prachtig, qua nadronk, qua afdronk, heel zacht, heel karamelachtig van smaak. Bateau rum, B-at. Ja, juist, bateau, apenstaartje, B en O, nieuwe schrijfwijze. Bateau. Wordt anders geschreven in het Frans, we weten het maar. Dat is het merk Bateau Rum. Daar zie ik ook dat roer staan, dat scheepsroer. Dat klopt, dat komt de feiten van de boten. De officiers dronken gin en de knechten dronken rum. Dat klopt, dat is onze kapitein, hè. Dat is onze publiekstrekker. Hè. Dat is, zo iemand heb je nodig, als je met een product wilt beginnen, moet je toch een beetje de aandacht trekken, zeker op zo'n beurs. Die loopt hier constant rond, die pakt de mensen mee, dat is fantastisch. Hè. We zijn nu donderdag, het is al een eindje weg de beurs. Nog te gaan tot zondag. Uw ervaring nu tot hiertoe op die beurs in Gent? Zeer leuk, zeer aangenaam. Aangename mensen die hiertoe komen ook. En zeker aanraden, ik kom zeker volgend jaar terug naar hier. Dat is al de zekerheid, ja. Dat graag horen hier. Ja, ik denk dat wel. Hè. Ik denk dat wel, hè. We gaan misschien een beetje in samenspraak werken met twee, drie andere standen die ik hier ontmoet heb. En we gaan volgend jaar even gratis duo-vluchten. Nog maar meer in de picture te komen, hè? De picture, goed gezegd.
Philippe, ik wens u heel veel geluk met uw product. Ik ben zeker van dat gaat lukken. Dank u wel. Dank u, Willem.